dit is de dubbelglas van de BBD. Met wie ben je aan het appen? Floris. Vorige week was je nog met Jaden aan het appen. Ja, nou en? Mag ik er nou bij? Je bent gewoon jaloers omdat er nooit jongens met jou appen. Nou, dat doen ze echt wel, maar ik kijk er gewoon niet zo achterlijk bij als jij, dus dat zie je gewoon niet. Karel weet altijd precies hoe ze me moet irriteren en nul helemaal. Dus ze denkt dat ik jaloers ben op de aandacht die zij krijgt van jongens. Nu gaat ze me daar minstens een maand mee martelen. Behalve als ik ervoor zorg dat zij denkt dat ik ook aandacht krijg van jongens. Wil je mij later vandaag misschien appen? En doen alsof je me leuk vindt? Wat? Ja, ik weet dat het een beetje raar klinkt, maar wil je het alsjeblieft doen? Ja, is goed. Maar je moet nog steeds voor een week mijn huiswerk maken. Deal. Moet je kijken wat Amir hebt. Mooiste ogen van de klas. Een genees van de hele school. Hij bedoelt het toch lief? Waarom heb je die foto's van de shirt naar mij gestuurd? Ik wist eigenlijk niet zo goed wat ik moest reageren op die foto. Ja, ik bedoel wel lief dat hij me wilde helpen, maar het leek eigenlijk meer alsof hij het zelf wilde showen. Ik stuurde die foto alleen omdat jij erom vroeg. En ik wou hem niet eens sturen, maar toen dacht ik bij mezelf, als ik hem stuur, dan is de ruil voor mijn Nederlands opstel. Ik heb helemaal niet om die foto gevraagd. En ik ga helemaal niet je opstel maken. Je hebt zeker voor die foto gevraagd, kijk maar. Oh ja, mijn zus heeft die sowieso gestuurd. Ja, echt. Luister, als jij die foto verwijdert, hoef je mijn huiswerk ook niet meer te maken. Oké dan. Echt gênant, man. Valt best mee. Ik vond het best een leuke foto. Flirt je nou met me? Noem mijn les. Wat hebben zij nou weer? Heb je gewoon een tattoo gezet? Oh, dit? Oh, dat heb ik dit weekend laten zitten. Stoer hoor. Ik heb hier twee doekjes met wat babyolie. Hier. Ja, moet je er gewoon even opwrijven? Is je harder? Ja, oh. Ik vroeg me af of ik een creditcard kan gebruiken, want onze mentor is bijna jarig en we willen een cadeau voor hem kopen. En we hebben met de klas 40 euro ingezameld. Dus is het goed als ik jou 37 euro overmaak en dan 3 euro contant geef? Ja, is goed. Yo bro, ben je er klaar voor? Die tattoo kit is eindelijk binnen. We gaan die tattoo zetten in de pauze, ja? De pauze wel een beetje snel, hè? Het moet een goede design hebben. Ben je klaar? Tijd voor die tattoo. Ik heb eigenlijk geen tijd. Wat bedoel je? We hadden toch een afspraak? De design is niet helemaal af, hè? Kijk, als je niet durft, moet je het gewoon zeggen. Ja, sowieso. Oké. Ai! Lekker, man. Jalla, jalla, kom met je aan. Kom, kom. Hey! Amir, ga zitten. De ouders van Kevin hebben gebeld. Ja, en dat ging over? Die zeggen dat jij bij Kevin een tattoo zou hebben gezet. En die fantastische tattoo van jullie, die is onwijs gaan ontsteken. Kevin komt thuis meteen naar de antibiotica. Begrijp je überhaupt wel wat je hebt gedaan? Die arme jongen loopt met een ontsteking en een scheve voetbal voor de rest van zijn leven. Amir! Yo, Kev. Sorry, oké. We hadden eerst je arm moeten ontsmetten. Het was niet mijn bedoeling om je te dwingen. Die tattoo set had je überhaupt niet mogen kopen, dus kom erop met die zorg. Wat is dat? Wat zie je? Oh mijn god. Wat? Het was een anoniem filmpje en het was opgenomen in het winkeltje. En je zag een hand die allemaal blikjes aan het schudden was. Er werd dus aan het snoep gelikt en vervolgens werd het teruggelegd. Wat, niet door mij hoor. Go vegan. Oh, wie doet nou zoiets? Ze heeft wel dezelfde handen als jij. Ik heb dat echt niet gedaan hoor. Is het wel echt zo belangrijk dat we die persoon vinden? Kijk, het is niet alsof diegene telefoon jat of fietsen of zo.
Ja, het is wel goor, maar het is wel voor een goed doel. Ik snap het wel. Die persoon doet het voor een goed doel. Maar dan kan je beter een campagne of handtekeningenactie of erover gaan stemmen. Maar je gaat niet vervolgens aan voedsel likken en het op de grond gooien. Om het vervolgens terug in het zakje te doen waar leerlingen uit eten. Jongens, wat is hier aan de hand? Er gaat een video rond. Iemand probeert het winkeltje vegan te maken. Maar ja, echt op gore manieren gewoon. Er wordt bijvoorbeeld gelikt aan de broodjes. Nee. En er wordt ham op de grond gegooid. Dat is echt smerig en belachelijk. Gisteren had ik een roze koek gekocht waar met de achterkant met stift was geschreven dat er luizen in zaten. Dat is echt zo. Er zitten luizen in dat roze laagje van de roze koek. Gadverdamme. Luizen? Het was dus een beetje te vroeg. Zie ik iemand in dat winkeltje? Waarschijnlijk was het die activist. Heb jij dit gedaan? Ik vind het wel oké, want ik doe dit voor de dieren. Ja, oké, ik ben ook voor de dieren. Maar niet als ik er zelf door in problemen kan komen. Ik vind dat best egoïstisch. Je gaat me toch niet verraden? Niet als je nu stopt. Je hoeft echt niet meer te doen alsof. Linda zei zelf dat jij het was. Zei ze dat? Ik ben absoluut niet blij met dat ongepaste filmpje wat je hebt gemaakt. Maar ik heb dat niet gemaakt. Te laat voor smoesjes nu. Je kunt naar de schoolleiding gaan en het aankaarten. Laat van een of andere guerrilla-actie. Ik heb het niet gedaan. Bas! Bas! Ik heb Bas gezien. Ik ben hier echt net langs. Meisjeswc. Waarom heb je in je broek geplast? Kan je weggaan misschien? Nou, dit is de meidentoilet. Dus ik denk dat jij hier moet weggaan. Je komt hier niet om te pissen, dus je hebt gelachen, dus nu kan je gaan. Maar waarom heb je in je broek geplast? Gaat je niks aan? Oké. Jeez. Ik dacht dat alleen kleine kinderen in een broek plasten. Zou er ook nog steeds volwassenen zijn die in een broek plassen? Stop! Ze zijn hem gewoon echt aan het pesten. En je ziet gewoon hoe Bas super bang is voor Levi en al die anderen. Gadverdamme! Je pist op de grond! Levi die stopt mega veel energie om jou te pesten. En dat maakt hem juist een enorme loser. En who cares wat losers vinden? Ik vind het ook stom, maar zelf kan ik er ook niks aan doen. En ik ga echt niet naar die leraren, want dan denk ik dat het alleen maar erger gaat worden. En ik kan mezelf ook niet doof maken als Levi die dingen zegt. Ik heb tenminste één beste vriendin. En dat is wat telt. Geloof me. Meike is echt anders dan andere meisjes. Veel volwassener en slimmer eigenlijk. Ik vroeg me af of je misschien... Gaat het? Ja, ja. Of je misschien verkering met me wil. Nee, dank je. Ik vind je niet leuk op die manier. Ik hoef geen verkering met je. Ik had dus iets bedacht waardoor Levi kon inzien wat hij al die tijd tegen Bas deed. Hey Levi! Doe je! Lekker mooi! Waarom gooide je dan water over Levi's broek? Levi is een pestkop. Dus als ik een pestkop pest, dan noem je het toch geen pesten. Ik deed het, pakte hem terug. Of ja, eerder zelfverdediging bijna. Nou ja, andere verdediging. Wat? Waar heb je het ik nou Ik deed het namelijk voor Bas. Kijk, ik zal je nu geen straf geven, maar ik verwacht vanaf nu geen gekkigheid meer. Geen pesterijen. Ben je verliefd op hem of zo? Niet verliefd. Dat is wel echt super knap. Maar ik kom eraan. Hey. Hey. Hoi. Wil je niet aan Dean vragen wat hij van me vindt? Nee. Kijk, weet je, als je echt denkt dat je kans maakt bij hem, waarom ga je dan gewoon niet zelf met hem praten? Ben je toch niet zeker? En daarom moet ik het uitzoeken. Je bedoelt ik moet het uitzoeken. Hoi. Meike, ik heet Meike. Maar het gaat nu niet om mij. Het gaat om iemand anders. Om wie gaat het dan? Juna. Ja, wat vind je van haar? Ik weet niet. Ik heb er nooit over nagedacht wat ik van haar vind. Oh. Vind je haar leuk? Nee, ik denk het niet tenminste. Ja, ik heb het dus net aan Dean gevraagd. En hij leek niet echt heel erg geïnteresseerd in je te zijn. Zei toch al dat een derde klasser niet naar een terugklasser gaat kijken? Waarom geef je eigenlijk een feestje? Mocht als ik een goed rapport had. Is het in je kamer? Hey. Ik dacht dat de wc hier was. Zijn flesje aan het draaien raak, ken je dat? Ja, tuurlijk. Nou, ik doe niet mee. Ik heb
geen zin daarin. Hoezo niet? Nou, niet met een van die meiden daar, maar als jij nou was geweest, dan was het wel een ander verhaal geweest. Je bent echt heel knap, namelijk. Fijn gedroomd, zeker? Over 10. Wat? Ik hoor wel eens wat. Hoe was het? Nu ben ik zeker wel interessant genoeg voor jou ineens. Je weet dat het een geintje was, hè? Dat ze vrienden hem hadden uitgedacht om met jou te zoenen. Ja, het spijt me. Sorry, het spijt me. Het is wel heel makkelijk, hè? Sorry zeggen voor zo'n sneuwe actie. Het was wel een grapje. Dit vroeg echt om een snelle wraakactie. Nou, ik vind je echt heel aardig. Maar voor mij was het eenmalig, hoor. Je bent echt een heel leuk jongen, maar niet leuk genoeg als vriendje. Oh.